Na een magere 2-6 wil Antwerp terug aanknopen met de zegen. Joy staat geschorst naast de dugout. Varian staat nog eens in de basis. En het rood-witte legioen is weer massaal richting Lommel afgezakt voor de wederopstanding. Ze krijgen op het kwartier een eerste keer reden tot juichen. Klasseflits Utaka. Eukal begaat de overtreding en Goumieni legt de bal op de stip. Di Gregorio neemt zijn verantwoordelijkheid. Antwerp 0-1 voor. Maar een vervolg komt er niet. United domineert en krijgt ook een strafschop na een foutje van Cissé op Haagdoren. Geel voor Cissé en Thompson achter de bal voor de gelijkmaker. Rusovic heeft geen kans. 1-1, 3 minuten na de openingstreffer. Rood-wit kan geen vuist maken en dreigt enkel wanneer United in de fout gaat. Rusovic heeft heel wat meer werk. Maar ook hij gaat in de fout, wanneer even later Haagdoorn in de rechthoek mag aannemen. En aflegt voor Pereira. De 2-1 is verdiend. Rusovic flatert, maar United krijgt ook veel ruimte. Geen vervangingen bij Rus, maar ook geen beterschap. Van Hemert te laks. Hasnadar wint het sprintduel van Varians. En aan de tweede paal mag Marcos Pereira, ex-Antwerp, zijn tweede van de avond vrij intikken. 3-1 United en dat is oververdiend. Thomsen, Maman en de niet helemaal fitte Van Hemert worden gewisseld door Bartolgin en Allen. Maar Antwerp gaat niet beter combineren. Pereira vlamt in het zijnet. De Great Old verliest Cissé nog met een tweede keer geel. En het schot van Di Gregorio in minuut 80 is eigenlijk de grootste kans van Antwerp in de hele wedstrijd. Antwerp verliest na een dramatisch slechte wedstrijd met 3-1 van United. De ballen waren we nergens, maar dat niet het ergste. Het ergste is dat bij de speler was vandaag geen wil om te spelen. Na de match is het heel moeilijk te verklaren waarom. En dat is niet de fout, denk ik, van 1 of 2 spelers. Dat een beetje van iedereen die onder zijn niveau speelt. They've stuttered the last couple of weeks. You've protected them because there is other reasons that you can look for about, you know, poorer displays and there's other reasons you can pin things on. But that's protecting them tonight. Bitterly disappointed by just the commitment. Not of them all. You know, certain players and even, but it shouldn't be, and it hasn't been all season, the fact that Fraser Campbell gets a tick on the back for running around or looking that he wants to run all over the pitch and sticking out because he runs around. Now that, you know, we've had that from everybody all season. We've got to get back to that. There's some poor goals and poor performances tonight.